Onze vernieuwde oogpotloden kun je nu nog makkelijker aanbrengen en ze blijven tot wel 24 uur zitten. Je kunt ze gebruiken als een ooglijntje of een lijntje wat je vervaagt tot een oogschaduw of als basis onder een oogschaduw wordt de kleur heel intens. Wil je het aangebrachte ooglijntje wat vervagen, dan is dat heel makkelijk met onze make-up kwast, de Pencil Brush. Dit is een smalle, puntige kwast met stevige haren en een compacte vorm. Ook ideaal om oogschaduw heel precies aan te brengen of een highlighter in de binnenkant van je ogen. Maar ook heel mooi dus om je ooglijntje wat te vervagen. En zo doe je dat. Heb je het lijntje aangebracht? En ook al is het niet helemaal perfect, dat maakt niet uit, want je gaat het nu vervagen. Maar heb je hem aangebracht, dan ga je meteen vervagen met de Pencil Brush. Want wacht je te lang, dan wordt het lijntje veegvast. Dus dan wordt het erg moeilijk om het nog mooi te vervagen. Nou, je zet het puntje van de kwast aan de bovenkant van het lijntje. En dan breng je toe richting je wimpers. En op deze manier vervaag je dus heel makkelijk het lijntje. Met de Pencil Brush kun je ook een oogschaduw aanbrengen als een ooglijntje. Je zet het puntje dan in de oogschaduw. En dan tik je het even af. En dan zet je het daar aan waar je het ooglijntje wil zetten. Ik zet hem even hieronder aan. Heel subtiel. Tussen de wimpers. Pak nog een beetje bij. Nou, en het kwastje is ook ideaal om een highlighter of een lichte kleur oogschaduw aan de binnenkant van je ogen aan te brengen. Ook hier weer met het puntje in de highlighter of de oogschaduw. En dan breng je het aan de binnenkant van je oog voor die frisse oogopslag.